De Betuwe, traditioneel landschap langs de Linge. Weidse vergezichten en meanderende rivieren. Maar de Betuwe is meer dan een idyllisch landschap. Land- en tuinbouw zijn er diep geworteld. De hier aanwezige tuinbouwclusters rond de champignonteelt, fruitteelt, laanbomenteelt en glastuinbouw zijn van groot sociaal-economisch belang. De totale oppervlakte aan tuinbouwgebied is 7000 hectare. Het bedrijfsleven in het gebied van de Betuwse Bloem levert producten van hoge kwaliteit en gebruikt de meest geavanceerde productiemethoden. Het is dan ook een belangrijk productiegebied met een wezenlijke rol in de export. Het werk in de primaire sector en de daarop geënte handel, logistiek, dienstverlening, industrie en verwerking biedt werk aan maar liefst 30.000 mensen. Economisch genereert het op jaarbasis een netto toegevoegde waarde van 800 miljoen euro. De clusters liggen aan de hoofdvervoerassen tussen de Mainpoort Rotterdam en Schiphol en het Roergebied. En het ligt gunstig ten opzichte van kennisinstellingen als de Wageningen Universiteit, Food Valley en Health Valley. Voor de ontwikkeling van de tuinbouw biedt dat gunstige perspectieven. Gezien de ligging en potentie is de Betuwe niet alleen van sociaal-economisch belang voor de provincie Gelderland, maar is het ook voor de ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw een belangrijk gebied. In het kader van de Betuwse Bloem investeren de provincie Gelderland, gemeente, bedrijfsleven en andere organisaties als Oost-NV, LTO, de kennisinstellingen en kamers van koophandel daarom in de verbetering van het ondernemings- en vestigingsklimaat van de tuinbouw. Dit doen zij door onderlinge samenwerking te bevorderen. Ondernemers, toeleveranciers en kennisinstellingen weten elkaar te vinden en kunnen goed inschatten wat de kansen en bedreigingen zijn voor hun sector. En de regio zorgt voor de ontsluiting van het gebied door de realisatie van agribusinesscentra, een binnenvaarthalte en een containeroverslag op de Betuwe-route waar ook versproducten kunnen worden overgeslagen. En natuurlijk in de doortrekking van de A15 en het oplossen van knelpunten in de infrastructuur. Verder werken de partijen in het gebied samen aan de verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, een verantwoorde ruimtelijke inrichting, verbetering van de verkaveling en de herstructurering van glastuinbouwgebieden en een passende landschappelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen. Maar ook in de versterking van het ondernemerschap en het bevorderen van de kennisoverdracht en innovatie. Zo investeren de samenwerkende partijen in de Betuwse Bloem de komende jaren tientallen miljoenen in de versterking van de tuinbouwinfrastructuur. De Betuwse Bloem mag zich daarom met recht een bloeiende schakel in de Nederlandse tuinbouw noemen.